Ik mag beginnen. We zijn nu bij Creator Morrow en er zijn heel wat studenten hier ook aan de gang voor Thales. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. We zijn hard bezig geweest om iets te verzinnen. Het was een beetje een langzame start. Maar op een gegeven moment kwam iemand met een goed idee en daar zijn we nu hard mee bezig om dat verder uit te werken. Kijk aan. En wat is het goede idee? Nou, het probleem wat we aan het oplossen zijn, is dat we dus een spionageballon veilig moeten kunnen vangen en terug kunnen brengen naar de aarde. Dus we hebben een beetje nagedacht hoe dat in zijn werk zou kunnen gaan. En ons idee is nu om met een raket eigenlijk een net af te vuren wat die payload vangt. En vervolgens met een parachute het weer langzaam naar aarde terug kan brengen. Kijk aan, het klinkt in ieder geval spectaculair. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, best wel goed. Het begin is er. Dus we gaan nu het verder uitwerken en dan komt het vast wel goed. Hoop ik. Mike, hoe ondersteun jij hier de studenten? Nou, het is hartstikke leuk dat hij zo'n mooie pitch heeft meegegeven, maar ik kijk altijd wel even kritisch naar. Dus ik vraag dan even, oké, maar hoe ga je dat dan doen? En heb je gedacht aan een aantal factoren? Hoe ga je zo'n payload echt goed opvangen? Dus dat zijn vragen die wil ik ze net even iets verder duwen in hun creativiteit. Quinty. Dag, ja. Quinty. Jij studeert hier? Ik studeer. En wat studeer jij? Ik doe biomedische technologie. Ik ben net begonnen aan mijn master medical device design. En ik doe nu toevallig een bestuursjaar. Wat vind jij het leukste? Ja, vooral dat er zoveel verschillende mensen hierop afkomen. Ook vanuit heel Nederland komen hier mensen naartoe. Om gewoon samen te zijn en na te denken over mooie nieuwe oplossingen eigenlijk. Nou, ontzettend bedankt. Ja.